Vandaag laat ik jullie zien hoe je een vegan tzatziki maakt met slechts 4 ingrediënten. Deze tzatziki kun je heerlijk als dip gebruiken of om een salade mee te dressen. Als basis gebruik ik ongezoete sojajoghurt. Mijn voorkeur gaat uit naar die van het huis met Albert Heijn omdat die minder sterke sojasmaak heeft, waardoor de smaak van de komkommer meer naar voren komt. Snij ongeveer de helft van de komkommer af, was de komkommer goed en rasp deze vervolgens in een kom. Je kunt hiervoor een fijne rasp gebruiken ofwel microplane, maar uiteraard is het al veel makkelijker om een keukenmachine te gebruiken. Als je alle komkommer geraspt hebt, doe je dit in een zeef om er vervolgens al het vocht uit te knijpen. Doe dit zo goed mogelijk zodat de vocht de yoghurt niet gaat schiften. Doe dan de uitgeknipte komkommer in een kom samen met de yoghurt. Rasp hier vervolgens een klein teentje knoflook bij of een halve grote teen. Hoe meer knoflook je erbij doet, hoe pittiger de tzatziki wordt. Dit is natuurlijk helemaal de eigen smaak. Ten slotte voeg je er ook nog wat zout aan toe om de smaak te versterken. Ik gebruik ongeveer een kwart, maar dit kun je uiteraard ook helemaal naar smaak toevoegen. En zo maak je deze heerlijke tzatziki dip met slechts een paar ingrediënten. Als je op zoek bent naar inspiratie, laat ik jullie in de volgende video zien hoe je een heerlijk vegan pita broodje met dit recept maakt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!